Voilà. En ja, we wensen jullie allemaal veel succes natuurlijk. Maak er een boeiende en een sportieve wedstrijd van het allerbeste mogelijk. In de wedstrijd voor 42 ronden. Eerste keer ik heb het jaar niet. We krijgen op dit ogenblik een viertal renners aan de leiding met een kleine voorsprong op de rest van het peloton. Vier renners aan de leiding. Vier renners aan de leiding. Daarmee langs de tijdopname 22 seconden voorsprong. We zijn bezig aan de 11 ronde, wanneer we zo dadelijk aan de aankomst bij komen, zijn we half wedstrijd.
Nog drie ronden en deze ronde hebben ze sneller afgelegd dan de koplopers. Hebben ze er iets gevonden had gedaan. Kijk een doorstop. Voorsprong en de volgende doorstop. Nog twee ronden winnen, nog twee. En hier komen ze dan op twee ronden aan het einde, nog twee ronden, 2 minuten, 25 is het nu. Nog twee ronden, 2 minuten, 25 is het verschil. Aanvallen laten. Ja, en dat is dus blijkbaar Tom Deurens die zijn aantal inzetten bij die vorige doortocht hier bij het einde van de laatste ronde. Ja, dat is de triomfator. Blijft op de 10e ereplaats, komt eraan. Nou, het goed in de gaten, dan geeft u de ruimte alsjeblieft. Ja, dat telefoon is dus nog van platte gereden. Ja, in elk geval die plaats is voor Alexander Rijn. Voor Kenny Gelijkers. Helemaal les, hè? Helemaal les, hè? Ik ben nog even een spoeltje uit. Helemaal les, hè? Ja, dat is far les, hè? Ja, hier is het goed.